Jullie zijn in Rijsbergen vandaag bij de Boerendag. En er is van alles te doen. En op de achtergrond kunnen we al heel stuk zien van de activiteiten. Veel met paarden. En eigenlijk moet iedereen er gewoon zelf bij zijn. Wij zeggen altijd, het is een fijn goedkoop dagje uit. En voor het hele gezin, voor jong en oud, is er heel de dag wat te doen. Ik heb zelf ook nog vier van die paarden. Dus, En wat maakt dat nou zo mooi? Ja, wat is mooi dan? Ja, alles. Beesten en houden ervan. En beesten houden van jou. En, ja. De traditie. En ook die mensen die je tegenkomt. Nou kom ik jullie tegen, maar ik kom ook die mensen tegen. Dat is een van het bestuur van de club. En dan zie ik hem daar weer. En, ja, ik vind dat wel leuk. Dit is oude ambachten, hè? En die paarden, dat trekt me wel. Mijn opa is ook boer geweest vroeger, dus dat is altijd wel mooi. En die is altijd te kort. We kunnen moeilijk alle dagen gaan fietsen, hè. En schrijf je nu liever zo of met een gewone pen? Met een gewone pen. Waarom? Dan kan je gewoon normaal schrijven met het puntje, maar hier moet je met het puntje andersom doen. Dus je gaat na de zomervakantie niet zo op school schrijven? Nee. En lukt hij een beetje, dames? Ja, het was heel lang geleden, maar nu heb ik weer een sok opgezet. Dat ziet u er mooi uit. Dankjewel. Dus ja, van deze streek een beetje, ja. En, kunnen ze er wat van? Nou, ik vind het leuk. Ze doen goed hun best. Ze zijn ook op leeftijd voor, dus ik vind wel dat ze goed hun best doen. Je vindt het niet te jeuk om zelf even mee te doen? Nou nee, ik hoef het niet meer. Ik ben een kalfje, dit zwarte kalfje. Ben ik hier de zwarte vlek aan het tekenen. En als je dat goed hebt, dan krijg je een mooie prijs. Wij hebben ook zelf kalfjes en ik vind het gewoon heel leuk. Omdat kalfjes gewoon ja, leuke dieren zijn. Je kan er ook vaak mee spelen en zo. Dat vind ik gewoon heel leuk. We zijn hier in Oorschot op het Country Festival. Houdt in dat er A, naar heel mooie muziek geluisterd kan worden. B, heel veel entertainment voor de mensen die hier aankomen fietsen vanuit allerlei wegen. Veel vermaak, heel veel zon vandaag, dus iedereen kan zich vermaken, jong en oud. Every day, walk out at 3 to her house. We cuddle up on the couch. Wat maakt country nou zo mooi? Nou, dat het allemaal heel gemoedelijk is en gezellig. En je blijft in beweging, zeker als je ouder wordt. Dat is heel gezond, anders worden we veel te rond. Ja, al de mensen, hè? Het goede weer. Ja, helemaal top hoor. Vindt hij het ook leuk? Nou, ik denk het wel. Ze wordt geregeld gehaaid, dus dat vindt ze wel fijn. Wat vindt u ervan vandaag? Geweldig. Maar ik heb er niet veel van gezien, want wij hebben hele goede vrienden ontmoet. En die zijn op dit moment belangrijker dan heel die country. Iedereen ziet er ontzettend mooi uit, hè? Ja. Ik vind dat hoort er ook bij. Ik vind het wel jammer dat het gewoon iedere keer steeds minder wordt.
Maar ik vind het hoort er gewoon bij. Dus vandaar, je ziet wel, ik ben helemaal in stijl. Dus, Maar ik heb mijn counterregleren liggen thuis. Mijn counterregleren. Ja, wat is dat dan nou? Zet u? Wat is dat dan nou? Ja, dat is zo. Dat is niet anders. Dit was toch de dag om ze eens een keertje uit te halen? Alleen maar mijn hoed op. U zit er lekker bij zo in het zonnetje. Ja, heerlijk hè zo. Ja. Kijken, zonnetje, luisteren naar de band, muziek. Anderen country line dansen, maar ik niet, ik zit. Yes, my baby left me, my baby left me. Yes, my baby left me. Wat ik me dus afvroeg is, hoe weten jullie nu welk dans je moet doen? Nou, dat weet je eigenlijk niet. En je moet even kijken welke dans zou erop gedaan kunnen worden in verband met muziek natuurlijk. En, ja, want je ziet toch mensen dezelfde bewegingen maken. Ja, ja, ja. En dan herken je de dans en dan ga je gewoon even mee. Dat wordt wel spierpijn morgen, of niet? Dat denk ik wel, ja. Het ziet er niet makkelijk uit. Dat is het ook niet. Nee, vandaar die spierpijn. Maar we hebben het er allemaal voor over. Hoeveel jaar oefening zit hierin? 10 jaar. Dus het valt wel mee, hè? Nou, dan ga ik maar vast beginnen. Dat zou ik doen. Dan tegen de tijd dat je mijn leeftijd hebt bereikt, ben je een prof, joh. Parklaria in Eindhoven, het mooiste tijdelijke pretpark van Nederland. En misselijk? Nee. Nee? Nee, absoluut niet. Doodeng? Nee. Er stelt niks voor. Oh, niks aan? Nou, jawel. Jawel, het is hartstikke leuk. Maar als je vrouw naast je zit te gillen, dan is er niks aan. Wat maakt het nou zo leuk dan? Gewoon net hard gaat en over de kop. Dat maakt het mooi. Ja, het is gewoon Eindhoven. Brabant is de beste. Brabant de gekste. Ja. De sfeer op de kermis. Ja, top, top. Fantastisch. De Eindhovense kermis, maar ook een tijdelijk pretpark hier in Eindhoven. Met hoeveel attracties? We hebben er bijna 100, het zijn er 98 om precies te zijn. En durf je dan zelf ook nog ergens in? Nee. Heel slecht antwoord, dat weet ik, maar ik ben niet zo'n durfal. Jij bent wel de koningin van de spelletjes, of niet? Ja, ik heb dit gewonnen. Heb je goed gedaan? Ja, goed hè. Hoe heb je hem gewonnen? Ja, met voetballen. Ik moest in een gaatje schoppen. Ja, jongens, hoe gaat het? Ja, gaat wel goed op zich. Ja. Hoeveel geld heb je er al ingesmeed? Tientje pas. Oh, daar valt me mee. En heeft het tot nu toe al wat opgeleverd of niet? Nee, we hebben nog geen enkelpunt. Nog helemaal niks? Nee. Voel je nou een echte Robin Hood? Nee, ik voel me niet echt een Robin Hood, maar ik wil wel ook graag die ballonnen kapot schieten. Gaat voor die prijs? Ja, zeker weten. Wat wil je winnen? Ik heb geen idee, maar ik vind boogschieten leuk. Ja, we proberen het gewoon. Ja, we gaan gaan. Dankjewel. Ja, heb je het overleefd? Ja. Ja, maar ik doe het nooit meer. Ik word te oud. Schrijf eens hoe het voelde. Oh, echt eng. Het is echt heel eng. Ja, wat doet het met je? Ja, je ziet het hè. De handjes trillen. Ja, oh nee, ik vind het echt eng.
Zin om een keer iets anders te doen in het weekend? Hier zijn wat leuke tips. Wil je Brabant een keer vanuit de lucht zien? Dat kan tijdens het Ballonfestival in Grave. Vaar mee met een van de 36 ballonnen die de lucht ingaan. Last van hoogtevrees? Veilig op de grond kun je de ballonnen in verschillende maten en vormen bewonderen. En als het donker wordt, is er de Night Glow, een lichtshow in het donker. Dat mag je zeker niet missen. Hou je meer van het ruige werk, dan ben je bij de Mud Race in Alphen aan het goede adres. Auto's, jeeps, quads, ze strijden met elkaar in een grote modderbak. Laat die motoren maar ronken. Wil je herinneringen ophalen aan vroeger? Of ben je benieuwd hoe het er toen op het platteland aan toe ging? Bij het oogstfeest in Kaatsheuvel laten ze het zien met paarden en oude machines. Een hoogtepunt is de Hongaarse Post, een spectaculaire paardenshow. Heb jij een evenement dat we echt niet mogen missen? Mail dan naar evenementen@omroepbrabant.nl.